Wethouder Johan Weiland, goedemorgen. Goedemorgen. We staan op de oude Elias Beekman kazerne. Wat is er hier aan de hand? Ja, hier wordt Fantasieland georganiseerd. Een jaarlijks terugkerend festijn, wat tot nu toe op het Soma-terrein plaatsvond. Langs de spoorlijn in Ede. Ja, daar worden nu woningen gebouwd. En dit terrein ligt nog braak. En daarom hebben we hier gelegenheid geboden om Fantasieland te organiseren. Dit keer voor de 17e keer. Wat gaan we dan doen? 17e keer. En heet het ook echt Fantasieland Wethouder? Nou, ik heb ontdekt dat er een andere naam aan gegeven is, namelijk Goldfield. Want dat is het thema van dit jaar. Waarbij eigenlijk een western stadje gemaakt is, waar de kinderen ongelooflijk zich kunnen optrekken aan dat thema. Eigenlijk. U bent lang en hard verhoord door de sheriff? Ja, zeker. Hij vond dat ik het verkeerd gedaan had, de sheriff. Dus ik ben bang dat ik nog een poosje moet zitten in de cachot. Op water en brood. Op water en brood. U komt hier vast nog even kijken, want u geniet ervan, hè? Ja, ik vind het ontzettend leuk om die kinderen zo bezig te zien. En dat ze lekker fysiek bezig kunnen zijn met hun handen. Een beetje kunnen timmeren, handigheid, met elkaar omgaan, sociaal bezig zijn, spelletjes doen. Ik denk dat het heel belangrijk is voor kinderen om dit te doen. Dank u wel. Als een tijger ben zo groot, groot als een giraffe zo hoog. En ik spring als een kangaroo en zwem. Ik kom naar je toe en neem je bij de hand als ik mag. En ik lach, het is hier een mooie dag. Ja, la, la.